Vandaag spelen wij weer Brawl Stars en zoals jullie weten heb ik een aantal weken geleden voor het eerst ladder-modus gespeeld. En ik heb off-cam best wel eventjes gegrind en dat zien jullie ook bovenin. Ik ben op dit moment zilver 3. En ik heb expres niet verder gespeeld omdat, zoals jullie kunnen zien, zit ik bijna in de gouden rank. En kijk hoe sappig deze rank eruit ziet. Ik zou het liefst ook wel aan Diamond willen zitten of in Mythisch of in Legendarisch, maar dat is allemaal wel erg moeilijk. Bovendien heb ik ook dan 12 knokkers nodig op kracht level 9. Dat is een beetje prijzig op het moment. Smash eventjes op die like als jij denkt dat ik goud ga halen in deze video en zeg eventjes in de comments wat jouw rank is. Dus we kiezen hieronder eventjes de ladder modus en dan gaan we denk ik maar gewoon meteen spelen. Nou weet ik niet of ik eerst nog eventjes een knokker moet upgraden, want je moet dus je knokkers op kracht level 9 hebben en ik heb volgens mij maar 3 knokkers op kracht level 9. Ik denk dat ik nu alleen maar Spike ga upgraden naar kracht level 9 en dan dus ook een sterkracht ga kopen, want dat is wel belangrijk. Volgens mij is de beste voor Spike deze effectbal. Och, 2000 puntjes, dat is wel echt veel hoor. Maar die hebben we dan nu. Dus dan hebben wij nu 4 knokkers op kracht level 9 en hebben we ons arsenaal een beetje uitgebreid. Here we go, we gaan maar gewoon meteen in een potje duiken. Even kijken, gevarenzone met snel vuren, dacht ik. Oh, dat is best wel nice. Maar ga ik nu Dynamite of Spike? Ik denk dat ik Spike ga. En wij hebben een Squeak, heet hij zo? Volgens mij heet hij gewoon Squeak. En een Daryl volgens mij. Maar dit vind ik helemaal geen verkeerde map. Dit is echt een chille map. We spelen tegen een 8-bit, tegen een Daryl en een Buzz. Oh, die Buzz is wel wat minder. Maar die kunnen we denk ik wel goed counteren nu. Hij heeft niet heel erg veel bosjes om mee te spelen. Dus dit moet wel goed komen. Oké, dan schieten we even meteen daarop. Oké, die Daryl speelt niet zo goed volgens mij. Die staat echt heel weird stil. Ja, dit moeten we wel kunnen winnen. Hoppa, pakken we nog even die 8-bit. Heel nice. Gooien we die Spike Pit even hier, zodat ze hier niet heen kunnen. Nee! Oh, dan word ik gerushed door die Daryl. Dat is heel zonde. Maar iedereen is super low in de zon, hè. Dus dit moeten we wel winnen. Ja, volgens mij hebben we de fight wel een soort van gewonnen. Yes, lekker bezig team. En ze hebben ook de damage booster gesloopt. Oké, dan gaan we nu eventjes hier. Oké, nu moet ik even niet doodgaan. Dat vind ik nog wel lastig met Spike. Soms raak ik een beetje carried away. En dan ga ik dus dood, omdat Spike heeft niet mega veel HP. En dat gebeurde dus nu ook weer. Dan werd ik natuurlijk wel geraakt door Buzz. Dus daar kon ik ook weer niet zo super veel aan doen. Zijn we weer controle over de zon, hè? Dat is wat minder. Wacht, anders wel even op mijn team. Gooi je even een Spike Pit daar. Kunnen ze niet meer echt op de point. Kijk, dit is nice. Dit is heel nice. Gewoon spammen en dan zijn ze dood. Alleen nog die 8-bit. Oké, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, goed zo. Lekker bezig, bro. Oké, even een emoji. Gooi je Spike Pit hier. Daryl gaat ulten. Pas op. Oh, hij ult op mij. Dat is echt heel erg naar. Ik was al aan het wegrennen. Maar volgens mij heeft die Daryl het overleefd. Ja, hij heeft het overleefd. Super nice. Oké, dan moeten we nu maar meteen eventjes gaan helpen. Gooi je Spike Pit daar. En dan ben jij al dood. Kan Buzz hier niet echt heen komen. Oh, ja. Nee, dat is heel jammer. Oké, als we deze even hier pakken. Die hebben we dan wel, denk ik. Oh, hij deed net zijn damage booster. Daar schrok ik een beetje van. Oh, crap. Zij staan nu wel voor. Oké, doe maar even zo. Spike Pit daarop. En spam ik. Heel nice. Heel nice. Komt nu die 8-bit, maar die kunnen we wel killen. Die kunnen we wel killen. Kom op. Jullie kunnen het. We moeten op de zone staan. Oké, ze gaan nu echt cappen. Ze gaan nu echt cappen. Dit is echt niet goed. Ze staan op de zone. Het is 1%. Oh my god. Dat ging nog bijna fout. Hoeveel hadden ze? 96%. Die squeaky dude ging niet op de zone staan. Oh, dat was wel best wel stressvol. Ik had ook de meeste damage. En niet de meeste kills. Ik ben ook echt vaak dood gegaan. Dat was wel een beetje een foutje van mij. Maar wij hoeven nu nog echt iets van 60 punten. Voordat we in goud zijn. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Als we deze winnen, krijgen we ook weer een star drop. Dus dat is heel erg chill. Oh nee, dik bebost. Die vind ik echt niet chill. Wacht, wat was de map? Wat? Deze dude heet Bot. Ga ik hier voor Angelo? Nee, dat vind ik eigenlijk echt naar. Dynamite ben ik nu ook niet zo goed mee. Oh, we hebben al een Piper op zich. Ik ga wel Spike, oké? Ik weet niet wat slim is. Op zich vind ik het ook niet zo erg als we deze verliezen, want dat duurt de video wat langer. Dat is ook wel leuk als we even in goud zitten natuurlijk. Wat? Deze dude was Diamond en die heeft wereldroem. Wat doen jullie hier, joh? Ja, dat is een probleem als je geen placement matches hebt. Dus dat je eerst 10 testpotjes speelt om te kijken in wat voor rank je hoort, zeg maar. Dat doet dan de game. Dat is meestal in andere games zo. Maar dus niet in Brawl Stars. En daardoor heb je dus Diamond mensen in flipping silver. Weet je wat? Ik gooi deze gewoon hier. Dan kunnen ze niet echt collecten. Moeten we nu even die Bibi daar gaan pakken. Okay, die Bibi supert op mij. Ja, dit is niet nice. Dit is zeker weten niet nice. Ik heb bijna die Bibi. Oh, die Bibi is zo low. Schiet. Nee. Oh, niemand raakt daar. Oh, dit is echt geen goed potje. Ik zei net dat ik het niet erg vond om te verliezen, maar dit was echt een slecht potje. Even kijken. Knokbal, snelvuren. Wat is dit voor nare map? Yes, daar gaan we. Oh ja, het was snelvuren. Wij hebben El Primo en Ems. Ze hebben Edgar. Oh nee, geen Edgar. En een Leon en een Frank. Oh, dit is sip. Nou, Frank is op zich echt totaal niet erg.
Oké, als we hier even één shot doen. Die Edgar is rechts volgens mij. Is nu al één teammate dood. Ja, die dude springt op mij. Daar kan ik echt niks aan doen. Ja, nu scoren ze al. Dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Oké, ze scoren niet. Yes. Ik heb hem opgevangen. Ik heb hem opgevangen, maar ik kon hem niet wegtrappen. Oh, dat was echt naar. Oké, maar die El Primo moet nu even niet in één keer doodgaan. Dat gaat hij denk ik nu wel. Oké, dat is een hypercharge geval. Yes, heel nice. Oh crap, hij supert. Oh, dacht niet door. Dacht niet door. Hij is solo. Hij is solo. Yes, lekker bezig. Hij hitte, volgens mij, hij drukte op zijn rode dingetje. En daardoor auto-aimde hij op die El Primo en niet op ons. Dat had ons echt easy kunnen killen. Kom op, El Primo. Dat is criminal. Dat is criminal wat je daar deed. Oh my god, gelukkig. Oké, dat is Frank volgens mij. Ja, het lagt een beetje. Hier, kill hem. Kill hem. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Ga letterlijk naar het goal, El Primo. Ga letterlijk naar het goal. Er staat niemand. Goed zo, let's go. Oh my god, dat ging ineens echt super snel. Ze waren ons aan het ownen. En vooral die Edgar, die had 7 kills. Oh, en trouwens, we zijn net niet goud. We missen 3 punten. Ik zweer, als we het nu verliezen, zou dat zo stom zijn. Maar wij hebben nu wel een star drop. Even kijken, wat krijgen we? We krijgen zeldzaam. Wat op zich best wel logisch is, want voor de video had ik een random star drop geopend. En daaruit kreeg ik natuurlijk weer een legendary. In de video krijg ik nooit een legendary, maar off-cam wel. Dit heb ik dus gekregen, de El Primo Hyperkracht. En ik heb El Primo al meer dan 3 jaar niet meer gespeeld. Maar dan gaan we weer voor nog een potje. Het is edelstenengraai, dik bebos, dat is weer een beetje naar. Ik denk dat ik voor Dynamite ga. Of Poco. Nee, Dynamite. Dynamite, here we go. Oh, wat? Ik heb gewoon een Hypercharge Leon en een Hypercharge Edgar in mijn team. Ja, dit gaan we easy winnen. Ja, tenzij ik het echt verpest. Hij emote ook. Ik ga ook even emoten. Ik moet nu eventjes niet vergeten dat ik Dynamite ben. Ik moet er niet in rushen. Dit is perfect. Oh, crap. Die Fang, dat is wat minder. Even bommetje. Bommetje. Oh, niemand in de radius. Oké, dat is een beetje naar. Oh ja, ik was ook helemaal vergeten dat ik schokgranaatjes had. Schokgranaatje op Fang. Hier, die kan je dan nu killen. En dan die Frosty dude. Ik weet niet meer hoe die heet. Gil, volgens mij. Oh, die Fang. Dat is een beetje naar. En yes, die hebben we ook. Doe me Gil. Pats. Hahaha, it's too easy. Ja, ik heb nu geen schokgranaatjes meer. Dat is wel echt heel erg dom van mij. Want die Fang. Nee, die Fang. Oh my god, ik waste al mijn schokgranaatjes. Omdat ik dacht, het is een easy potje. Maar die Fang gaat nu weg. Ja, misschien had ik die Fang moeten finishen. Oké, die heb ik nu wel. Ja, die Daryl is heel nice. Die Daryl is heel nice. Alleen die Fang nog. Yes, oké, dat bommetje was nergens voor nodig, maar was voor de zekerheid. Was voor de zekerheid om haar escape, zeg maar, weg te halen. Bommetje daar, kan die niks doen. Yes, heel flipping nice. Blijven we gewoon hier en dan is het easy. Dan is het easy. Ja, die Fang kan niks. Die Fang kan niks. Boeit niet, boeit niet, boeit niet. Lekker, oké, die Edgar heeft het. Die Edgar moet geen domme dingen doen. Heel bro. Oké, hij gaat daar staan. Dat is denk ik wel slim. Ja, die doet dus veel hoger rank dan ik, dus hij weet het vast wel. Oké, nu spring ik er wel erg blind in. Dat is heel dom van mij. Oh my god, het was echt een insane potje. En ik was ook zo erg aan het brabbelen, dit potje. Ik hoop niet dat jullie dat irritant vonden. Maar deze hebben we dan ook gewonnen. En dat betekent dat we goud 1 zijn. En we krijgen een mythische rangbeloning. Ja, deze wil ik wel uitrusten op zich. Deze ziet er wel gewoon clean uit. Had ziek idee. En we hebben ook weer een quest gehaald met Dynamite. En we krijgen nu onze mythische star drop. Here we go. 3, 2, 1. Boom. Oh, dit is insane. Wat? Angelo skin. 11. 11 Angelo. Damn, betoverd bos collectie. Ja, op zich deze. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik moet blij zijn met de mythische star drop. Hij is gratis. Nou, ik heb er wel voor gestreden op zich. Het is niet zo erg als holbewoner Frank of strandganger Mortis. Maar, I don't know. Dat ding is haar. Beetje weird. Even kijken. Overval klassiek. Deze map ga ik lekker Angelo. Nou is het wel overval. Ik ga denk Dynamite. Ik vind deze map met Dynamite niet heel erg chill door al dat water. Daarom vind ik het met Angelo chill. Maar het probleem is dat het overval is. En dat is met Angelo volgens mij echt gewoon een no-go. Edgar. Nee, we hebben een AFK Edgar. Stop, dit is zo stom. Er gebeurt niet heel erg veel. Ik merk dat het wel iets higher level is. Want het gaat heel sloom. Die spike pit was dan wel weer een beetje sip. Oh, schokgranaatje. Oh my god, dat schokgranaatje was insane. Dat was insane. Maar ik was vergeten mijn bom te gooien. Ik had er gewoon 3 kills kunnen halen als die iets meer in het centrum was. Maar volgens mij had ik wel 2 kills en daarna had ik die Frank. Je zag die stress, hè? Ik gooide in stress dat bommetje wat helemaal nergens voor nodig was. Ik gooide dat zo erg in stress. Maar we moeten eventjes resetten. Want we moeten naar de kluis toe gaan. Oh my god, hun kluis is zo damaged. Ja, die Jesse heeft er gewoon een turret op gezet. Dat is zo flipping slim. Maar we duiken weer eventjes een potje in Knokbal. Dit is een prima map. Ik ga hier denk ik ook gewoon weer Poco. Yes, heel nice. Wel een beetje super geweest. Kijk, nu is het makkelijk. Nu is het makkelijk.
Ja, ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal dood. Go, go, go. Nee, het is afgelopen. Wat gebeurt er nu? Gelijkspel? No way. Nou, daar hebben we nu overval. Deze map. Deze map. Ja, we gaan gewoon dynamite. Ja, Spike was misschien ietsje chiller. Hier, even gooien. Kunnen alvast even wat damage doen. Even een schokgranaatje op die 8-bit. Die kunnen we dan al bijna killen. Die kunnen we al killen. Heel nice. Hebben we nu al 1 kill. Kunnen we nu al even doorgaan. Even bommetje. Pats. Nu al 2 kills. Heel nice. Kluis kunnen we lijp damagen. Ja, die 8-bit gaat gewoon in 1 keer door. Dat heeft geen zin, bro. We zijn letterlijk hier. Schokgranaatje. Bommetje. Pats. Crap. Onze kluis. Onze kluis. Onze kluis. Yes. Ho, heel nice. Heel nice. Ik was super stil dat potje. Ik brute force letterlijk een kluis. Want die enemy A-pit was niet goed. Die Brock was niet goed. Maar zij waren ook onze kluis aan brute force. Dus dat je daar gewoon in één keer voor gaat. En alles en iedereen negeert. Ik was net ietsje sneller. Nou, nu hoeven we nog maar eentje te winnen. En dan zijn we flipping goud 2 in één keer. Dat had ik echt niet verwacht. Knockout. Deze map. Ik heb echt trauma's aan deze map. Ik moet deze winnen. Oh nee, het is Dick Bebos. Nee, waarom heb ik Angelo gekozen? Oh, en zij hebben Fang en Edgar. En Flipping Dynamite. Ja, ze zitten allemaal in de bosjes. I knew it. Dynamite is bijna dood. Oké, ik ben dood gegaan en Dynamite is dood. Ja, dat was heel erg naar. Hij gooide meteen een schokgranaatje. Heeft hij goed gedaan. Deze winnen we niet. Oh, trouwens, dit is een 1v1. Hoe is die Edgar dan dood gegaan? Je moet even super farmen. Ja, ja, je hebt super. Heel nice. Heel nice. Je mist hem! Ja, ja, ja. It's going down. It's not going down. It's going down. Schiet. Oh my god, deze hebben we gewonnen. Let's go. Ja, dit gaat hem niet worden. Dit gaat hem misschien wel worden. Edgar's low. Oh my god, je hebt die Fang gekillt. Ja, ik wou dat ik nu die arrow door de muur had. Ja, daar kon ik niks aan doen. Crap. One v two. Zijn beide solo. Oh, it's all love. Ja, ja! 1v3! Oh my god, ik dacht echt dat ik dood zou gaan. Ik spamde op die gadgetknop en er gebeurde niks. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik had Fang solo geschoten. Ging Dynamite in deze bodyblock, had die Dynamite low. En ik zat random te schieten in dat bosje. Ik dacht, please, gun mij from above dat ik iemand raak in dat bosje. Lukte niet. Maar ik had uiteindelijk toch... Oh nee, Dynamite ging dood door de gas. Oh my god, dat was een 1v3. En daarmee hebben we ook goud 2. Wat is deze video? Oké, nou, we hebben ook nu een rank beloning. En wij zitten op goud 2. Dit is pretty insane. Even kijken, wat krijgen wij uit onze rank beloning? 3, 2, 1... Oké, we hadden net een sick potje waar ik een 1v3 had. Boeit niet dat we 250 bling hebben. Maar dat was het weer voor deze video. Smash eventjes op die like als jullie genoten hebben. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!